Waarom heeft u zo'n beeld gemaakt? Het thema, de moeder en kind, ja, dat spreekt mij heel erg aan. En daar heb ik al meerdere beelden en meerdere schilderijen over gemaakt. En daarom heb ik deze gemaakt. En waarom specifiek spreekt het u aan, moeder en kind? Ik ben natuurlijk zelf moeder en ik heb kinderen. Dus dat is in die tijd ontstaan dat ik daarover ging werken, toen ze klein waren. Maar dit heb ik later gemaakt hoor. Kunt u vertellen hoe het ongeveer heeft gemaakt? Het is gemaakt van Franse kalksteen. En, nou ja, het begint eigenlijk met een grote steen waar je de stukken weghakt. Dus, ik denk dat meer dan de helft van het steen weg is. En daarna ga ik nog veilen en raspen om verdere vormen erin te krijgen. Deze dame, dat is toevallig ook nog eens een vrijwilligster hier bij de kunstuitleen. Ik heb haar ooit een keer hier ontmoet, omdat zij ook op een schilderij stond afgebeeld, samen met andere dames van de kunstuitleen en het schilderij. Dat vond ik erg goed, althans het schilderij waar zij dan meer specifiek op stond. En toevallig stond ik daar naar te kijken, ze kwam naast me staan. Ik heb haar uitgenodigd om bij mij in het open inloopatelier van de SAKB om een keer te poseren. En dat is gebeurd. Hoe lang bent u daar ongeveer mee bezig? Nou, wij deden die ochtend twee verschillende poses, elk van 1 uur. En dit is in het tweede uur gemaakt. Dus u heeft dit gewoon binnen 1 uur gemaakt? Ja, dit is in 1 uur gemaakt. Wat voor techniek gebruikt u specifiek? Ik ben toch wel een beetje gespecialiseerd in pastel. En dit is eigenlijk voornamelijk opgebouwd uit pastelkrijt. En daar heb je ook nog verschillende soorten in, verschillende merken. Reageert allemaal soms net wat anders. En dit is uit diverse soorten gemaakt. Hoe bijzonder is het voor u dat u deze prijs wint? Heel bijzonder. Heel bijzonder, omdat ik dat niet had verwacht. Ik had niet verwacht dat men een portret daarvoor zou uitkiezen. Ik heb de aanmoedigingsprijs gewonnen van het SAKB. Dat is een juryprijs. Dus er heeft een jury heeft ernaar gekeken en daar heb ik deze prijs aan te danken. Kunt u het juryrapport een beetje vertellen? Het ging om een landschap dat je zegt het is anders dan een traditioneel landschap. Dit is meer een landschap waarin je zou in kunnen verdwalen, hadden ze gedacht. En ook omdat het een vierkant is in plaats van een landscape model van het doek, is het ook een beetje een fantasielandschap. En dat is het ook. Wat zien we precies? Dit is naar aanleiding van een weekend weg in Twente. Jaren geleden, in het vroege voorjaar, toen waren dus ook alle wilgenbomen kaal. En daar heb ik heel veel foto's van gemaakt. Altijd gedacht, nou, daar ga ik een keer iets mee doen. Nou, dit is het geworden. Ik denk, daar maak ik een mooi winterlandschap van.